Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij de eerste battle van de DBA. Het is eindelijk tijd, we hebben een uur gedaan om elkaar te vinden via het systeem, maar het is eindelijk gelukt, heel goed gemaakt Nintendo. Het is eindelijk tijd voor de eerste battle van de Free For All. Ik ben erg benieuwd. We mogen zometeen 3 Pokémon's kiezen en ik heb eerlijk gezegd nog niet bedacht welke Pokémon's ik ga kiezen. Ja, ik ben niet zo goed in deze game, ik ga waarschijnlijk gewoon maar wat doen. Nu gaan ze teams deciden. Het is Milan en Sander tegen Paddy en Jordi. Heel erg spannend. Oké, participating Pokémon. Even kijken. Wat zullen we doen? We pakken sowieso Blaziken, denk ik, maar niet als eerste. Hij heeft een Choice Band, dat is wel... Ja, trouwens, we pakken hem toch als eerste. Pakken we hem. Ga het hiermee proberen. Ik doe maar wat joh. We gaan wel kijken waar we stranden. Spannend, spannend. Type 0 en hit Boudon. Oké. Hey, shiny Ditto. Sandstream, oeh. Oeh, ik kan Dynamaxen, maar we doen zonder Dynamax, dus ik mag niet Dynamaxen. We gaan voor Type 0. Heeft hij geen imposter dit ook gepakt? Oké. Oh jee, hij zet de heel op. Oké, op de ditto. Oké. Ja, op de ditto. Oh, oké. Oké, ik heb mijn eerste damage getaked. De type 0 is bijna Gonzo. Wel speed boost, dus dat is wel een groot voordeel. Ik verwacht dat die type 0 gaat switchen. Oh, ik kan alleen maar close combat blijven gebruiken. Ja, dan blijf ik wel gewoon voor de zekerheid die type 0 doen. Dat is waar, hij heeft Scarf, ja. Dus ik moet wel close combat blijven gebruiken. Oké, de type 0 is dood. Mijn defense gaat wel omlaag, dus ik moet zo even switchen. Als ik dat de kans voor krijg, want misschien ben ik gewoon keidood zo meteen. Oh, oef. Ik ben keidood. Ik heb niet zo heel veel voor die Hippowdon, denk ik, meegenomen. Ik ben benieuwd. Oké, dit is voor retrieve, niet voor de token. Dat is kut. Big oef.
geburnt. Oké, dat is wel nice. Verwachting kwam door de flame orb, want dat heb ik eigenlijk niet meegekregen. Dan is de Milotic dood. Nice. Dan zijn er twee Pokémon's dood van Paddy. Dat is wel gunstig. Oh, nog mooi. Hey, Shiny met me gestaan. Ja, dan ga ik Ninetales niet inzetten. Dan, ja, maar volgens mij kan ik geen andere doen of wel, nee. Dat is echt kut. Ik blijf wel grasknop doen dan. Want als ik Ninetales inzet en die Magmortar doet één vuuraanval, dan is Ninetales dood. Dat is ook niet. Wauw, wat een vieze leier zeg. Wat een vieze leier. Oh, dat is best gunstig. Die Sandstream is wel kut. Ben ik geflinched? Wow. Ik haat het leven, echt. Godverdomme. Ja, ik laat Espeon gewoon doodgaan. Ik zal toch lastig worden, dus. Als Jordi die Magmortar aanvalt. Ze gaan natuurlijk voor de makkelijke KO. Of niet, of ze vinden nog misschien de spelling van moves. Nice. Nice dat ik die kill nog even meepak. Heel nice. Hij faalt zijn Hyper Beam. Ha! Waarom zou hij dit doen? Oh, 1 AP! 1 AP. Dan hou ik het weer een beurt vol. Oh, dat is wel echt super nice. Stoutland. Hey, shiny Stoutland. Oh, die is vet, shiny Stoutland. Holy shit. Ik heb nog steeds mijn laatste Pokémon. Nice. Oké, ik ga nu sowieso door de Sandstorm. Dus ik kom zo meteen sowieso met Ninetales. Dan ga ik
toch ervoor kiezen om die dingen op te zetten. Maar ik ben dood als mijn mortal even vuur aanvalt. Dan word ik wel echt sad hoor. Of... Oh, wacht. Ik heb Ninetales niet gepakt. Ik ben echt een moendel. Maar dit is nog slechter nieuws. Dit is nog slechter nieuws. Je Rango is dood, die kan mij dus ook niet meer aanvallen. Alleen de gevaarlijkste zit er nog in. En die gaat zijn ding natuurlijk directen naar mij. Dus ik ben echt van, nou, die vuuraanval die zal wel op mij komen. Zie je? Ja, yeah. En dan ben ik dood. Godverdomme. Ik ben boos omdat ik er zo goed voor stond, maar omdat hij die McMortal heeft, ben ik echt genaaid. Jordi gaat hem sowieso winnen, want die heeft nog een Pokémon. Oh. Ah, die gaat dood door de cent. Oh, McMortal, oké. Okay. Paddy is dus derde geworden. Het is nog niet afgelopen en we zitten in de opname nog. Heliolisk. Oké. Het is afgelopen. De eerste winst die gaat naar Sander van de Reggie... Nog wat? Reggie Wrecked. Gefeliciteerd. Bedankt voor het kijken. Adios, amigos.